Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Het is vandaag overwegend bewolkt, dat is ook goed te zien op de satellietfoto, maar uit het wolkendek valt niet of nauwelijks neerslag. Verder waait er een stevige wind, die is ook vanavond nog matig tot aan zeekrachtig of hard, windkracht 4 tot 7. In de loop van de avond gaat er vanuit het westen weer wat lichte regen of motregen vallen en dat is ook wat vannacht nog het geval. De minima liggen rond een graad of 11, de temperatuur verandert eigenlijk weinig. Morgen overdag trekt de neerslag naar het oosten weg en dan breekt vanuit het westen de zon goed door. In de middag is het 11 of 12 graden, nog wel bij een vrij stevige zuidwestenwind. Op donderdag is het weer overwegend bewolkt en zeker later op de dag gaat de wind ook weer fors aantrekken, aan zee mogelijk tot stormachtig. Het is een graad of 12 en er kan ook af en toe wat regen of motregen vallen. Op vrijdag is het overwegend droog, met perioden met zon en een graad of 9. Op tweede kerstdag valt weer een enkele bui. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl